AVRO vanavond met In de Hoofdrol. Na 3 seizoenen even een tussenstop, maar wel met een herhaling op uw verzoek. Dan AVRO's televisie met Ria Bremer, Mark Lessen, Pieter Varenkamp en Karel van der Graaf. Na AVRO's televisie rond de klok van 11 geen tussenkool. Wel ziet u de winnende inzending van de Zilveren Roos in Montreux. Mini en Maxi in concept. Ontdek je plekje ging voor u naar Mooi Haar Zuilens. Je zit goed bij de AVRO op dinsdag. En nogmaals van harte welkom allemaal. Ja, u zag het net, ons programma is enigszins een beetje gewijzigd vanavond. Maar ja, een zilveren roos in Montreux, dat win je natuurlijk niet iedere dag. Hè? Vandaar alle reden om dat winnende programma vanavond nog eens een keer te tonen. Kijkt u dus vanavond om 11 uur naar Mini en Maxi in het concert. AVRO's televisier is er vanavond om 21:45. En daarin de vraag waarom er nog steeds zoveel Amerikanen achter president Reagan staan. En verder de vraag hoe de politie zich gedraagt tegenover zijn medeburgers. AVRO's televisier dus om 21:45 vandaag met Ria Bremer. 2 weken geleden vroeg Mies Bouwman aan u welke in de hoofdrol u nu nog eens een keertje heel graag terug zou willen zien. Nou, uit de stapels en stapels brieven die we binnenkregen was er duidelijk eentje favoriet. Maar in de hoofdrol zou in de hoofdrol niet zijn als ook dat tot het laatste moment geheim bleef. Nou ja, wie er nou ook van die trap afkomt, in ieder geval Mies Bouwman.